fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar. Die geeft eraan dat hij wat zaken helder en duidelijk wilde hebben van de regering. En dat is dan persbericht dat door de bondholder de deur zijn uitgegaan over 70% korting die de regering zocht op schuldenlast. En Parmessar die heeft er, zoals dat wordt aangegeven, de wind van voren en van achteren gehad in het parlement. Er is heel wat kritiek geuit door de coalitie op hetgeen Parmessar plaatste als kanttekening. TBN, Prime Alert, die sprak er met de fractieleider en hij reageerde er als volgt. In het parlement wil ik duidelijk maken, er is een persverklaring gekomen van de bondholder. En iedereen kan het lezen wat die persverklaring betreft. Dat is aangegeven dat onze regering niet ter goede trouw heeft gehandeld. Ja? En woorden van die strekking veel meer, ik hoef niet te herhalen. In ieder geval niet positief. En dat is internationaal gedistribueerd. De hele financiële wereld kent dat. En ik heb simpel gevraagd, kijk, we worden zo beticht als land, internationaal, top, financiële wereld. De regering legt uit. In plaats van de reactie van de collega-parlementariërs, met name van de coalitie, vond ik zeer emotioneel. We moesten kijken wat ik in mijn tijd heb gedaan en noem maar op. En dat is niet in vraag. Het is waar Suriname voor staat. Het is een ander hoofdstuk dat we later veel met elkaar kunnen praten. Het is iets gezamenlijks. Ik heb alleen gevraagd, ik ben niet inhoudelijk op ingegaan nog. Leg uit. Waarbij ik gedacht heb dat de bedoeling is niets anders dan leg uit wat de situatie is. Hoe bent u in die onderhandeling gegaan? Met een duurbureau wat u hebt aangehuurd, ook Lazar. Met die strategieën allemaal. We hebben een flinke pai-pai gehad, internationaal. Hoe dan? Wat was uw aanpak? En wat gaat u nu doen? Dat is heel wat we vragen. In plaats van dat de president ons uitlegt, hebt u allen kunnen meemaken dat de bekende CD van wat er afgelopen jaren, et cetera, et cetera. Maar daarom heb ik hem ook gezegd, dat gaat u ons blijven verwijten van vandaag tot volgend jaar. Daarmee gaat Moesje niet naar Parijs. We zijn in deze situatie. En we wouden met hem praten, discussiëren, rustig, zakelijk. Ik bedoel, als u, meneer Ganesh, als ik van u 100 gulden heb geleend, dan ga ik u een 30 gulden teruggeven, SRD, dollars. En zeggen, je moet ermee eens zijn. En dan ben ik bezig met op andere fora te zeggen, ja, oké, je gaat andere dingen doen, ik heb geld hier en daar. Het valt op. Ja, toch? Wie gaat 1, 2, 3 accepteren in plaats van 130? En dat je met IMF andere... Want die mensen lezen alle documenten, die mensen volgen alles. En dat hebben ze gezegd. En het is zo teleurstellend dat het hoogste gezagsdrager in het land zo emotioneel, ja toch, teruggaat en verwijt en noem maar op. En tot nu toe hebben we dus nog geen inzicht gehad van de regering. En dat vind ik heel jammer. En het is heel erg. Maar wat is de werkelijkheid, heer Parmessar? De werkelijkheid is vandaag ook weer herbevestigd. Ja toch, dat Oppenheimer zegt. Ja, u bent te kwade trouw, laat me het netjes hebben. En de woorden die zij gebruiken, zeggen. En niet mijn woorden eraan voeren. En dat is, zijn wij te schande gelegd, toch? En dat zal gevolgen hebben. Ook richting IMF, ook richting een aantal zaken. De berekeningen die wij maakten, toch? Want als dat minder zou zijn, zou het financieel plaatje anders zijn. En dat komt er ook van, oké, je hebt een strategie gehad. En dan gaan we daarover praten, of die strategie juist was of niet. Alleen naar rente moesten we tussen de 30 en 40 en miljoen Amerikaanse dollars betalen. Waarom heb je dat niet betaald? En er kan meer van dat soort vragen komen op. Maar daarom, ik ga die vragen nog niet stellen. Ik wil eerst een goed uitleg hebben. We moeten eerst luisteren. Dat is wat ik zeg. Het is weer bevestigd. Ondanks dat ik gisteren emotionele verwensingen heb gehad, dan moest ik uit zieligheid. Sari tori me lafu. Laten we met de beide benen op de grond staan. Ja, toch? En kijken naar de toekomst, hoe we gaan oplossen. En wat ziet u als een oplossing, heer Parmessar? Alle emoties weglaten? Nee, wat dit soort zaken betreft, moeten we nuchter. Nogmaals, al gaan we vandaag tot volgend jaar praten over noem maar op. Laten we kijken en we kunnen, voor ik daarop antwoord, wil ik kijken wat de strategie was. Hoe gaat de regering nu verder gaan? Dat zijn ze verplicht als het parlement dat vraagt. Het parlement goed uit te leggen. Alleen maar van, we hebben vertrouwen dat we gaan doen, u gaat zien. Nee, dat niet. U moet ons uitleggen wat de strategie is geweest. Waarom bent u dat pad opgegaan? Fini uitleggen. Ja toch? Waarom het niet gelukt is? En wat zijn de mogelijkheden wat u hebt? U merkt van de andere kant uit. De berichten zijn er. Maar daar willen we geen waardeoordeel aan geven. Maar laat de regering uitleggen. Want we horen van die andere kant. Dat die kant, de andere kant. De bond niet geneigd zijn om gauw te praten. Ze willen eerst een aantal andere zaken volgen en ontwikkelingen. En dan pas. Wat gaat er tussen nu en dan gebeuren? Heeft het boeteclausules? En noem maar op verder. Dus over dat soort zaken dacht ik. Laten we daarover de samenleving goed duidelijk maken. Want ik heb gemerkt dat bepaalde collega's gepraat en beticht hebben dat ik de wind van voren. Ik hou van als er lekker wind waait. Ja nog? Maar dat waren emotionele dingen. Ach, maar laten we wachten. De dingen zijn zelf zo ver gegaan. Toen u zelf minister was van OW. Ja, toen een verdere beschuldiging is geweest, gisteren van een ik heb, en laten we goed aandacht, mijn speech kunt u op navolgen, dat we merken dat een aantal zaken daar gebeuren. Mijn letterlijke woorden zijn rare dingen. Uurloon, en uurprestatie, dagprestatie, dus een graafmachine gaat. Voem, start. En wanneer die gestart heeft de motor, begint het te lopen, ongeacht de prestatie. Dan kan het zo zijn, ik leg het een beetje komisch uit, ik heb het meegemaakt, daarom kan ik het zeggen. Start, begint te lopen, hij doet die bulk, die graafbulk toch, die bucket omhoog, gaat hij naar het weer kijken, het zegt, oh ja, dan gaat hij omlaag, et cetera. Kortom, die kan enorm vertragen. Het wordt niet gezegd dat je binnen een dag 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer moet doen, ja. Ik heb toen ik minister was, ook met die contracten, ik heb al die contracten op uurbasis, dagbasis weggehaald. Werken die voor 12,5, 13,5 miljoen gedaan werden. Als je een goede contract hebt, prestatie, dan is het 1,5 miljoen geweest. En dan zie ik bepaalde documenten waar er grote prijsverschillen zijn. En dan heeft men mij betichtigd van dat het fake is en noem maar op. Ik weet het beter. Ik weet het beter dat er sprake is van constructies. Er zijn afspraken met bepaalde grote bedrijven, aannemers, en die keren dat ze alvast dat werk doen. En later zal OW dat betalen. Ik zal niet in detail gaan. En daarom is een offerte niet naar OW gegaan, maar naar het grootbedrijf. Want er zijn achter de schermen andere afspraken gemaakt. Dus dat gaat via een constructie wel betaald worden. En veel meer van dat soort zaken. Daarom heb ik dat gehaald. Maar belangrijk is, een 100 miljoen menegenis is niet een klein beetje geld. Ik ben minister geweest van Openbare Werken. Met devaluaties en allemaal. Een 100 miljoen kan je niet in 3 weken zo implementeren. Als je de regels van het land in acht neemt. Er is veel geld. Dus daarom, ik ben niet beschuldigd, maar ik kan me niet voorstellen, het kan aan mij liggen, met mijn ervaring. Laten we zien. Wat is precies gedaan? Welke aannemers? Allemaal, 1 voor 1. Want bedrijfsnamen zijn geen geheim, zijn bij KKF, dus dat kan je ons geven. Bijvoorbeeld bedrijf Mahap, ik noem maar iets. Ik hoop niet dat iemand Mahap heet. Bedrijf Mahap heeft een serie 3 van Santo Boma gedaan. De lengte is zoveel, et cetera, et cetera. En daarvoor is zo'n bedrag. Nou, laat dat komen van die 10 miljoen. Dat willen we gezegd hebben. En ik heb ook gezegd, nou, zoals de zaken daar gebeuren, moet de regering overwegen of er niet een klatonderzoek gedaan moet worden. Derg? Dus ik vraag eerst naar duidelijkheid, ik vraag naar onderzoek. Dat is de werkwijze, dat is de wijze die we moeten volgen. Maar ik zie dat een aantal zaken niet richting verlopen. En dat heb ik gisteren gezegd. En dan krijg je weer die emotionele uitlaat. En ik weet wat er gebeurd is. Gisteren nadat ik daar heb gesproken, zijn er links en rechts telefoontjes geweest en contacten gemaakt om zaken te corrigeren en noem maar op. Ach, het land is klein. We kennen die dingen. Ja? Dus ik moet lachen alleen, maar dat zal ik in de tweede ronde erover hebben. Ja. En ik weet de netwerken van sommige mensen in DNA en met sommige mensen daarbuiten. Meneer Parmessar, de vorige regering, Bouterse Adhin, die werd er vaker van verweten dat zij niet transparant waren in hun uitleg en in hun benadering. Ja. Wat zegt u van deze regering? Want wanneer jullie met zoveel vragen zitten in het parlement, zijn ze transparant in hun uitleg, in hun benadering? Als de vorige regering niet alles uitlegde, dan waren ze fout. Laten we dat goed vaststellen. Als er kritieken zijn geweest, laten we dat goed nagaan. Dus we moeten niks goed gaan praten en noem maar op. Ja, laat het duidelijk zijn. Maar als die fout er is gemaakt, wil deze fout niet goed gepraat worden, toch? Anders blijven we daarin. Daarom ben ik iemand, oké, wat is gebeurd? Goed, fout. Maar wat doen we nu? We moeten naar de toekomst gaan. Ik ga in de toekomst leven. Daarom kijk ik naar de toekomst. Uiteraard neem je de lessen mee. Ik ga niet in het verleden leven. Ja, toch? Maar je merkt, de president en een aantal mensen hier hebben de bekende muziek. De bekende muziek. Ja, afgelopen 10 jaar, afgelopen 10 jaar. Ja, afgelopen 10 jaar. Dus wanneer sommige mensen praten, dan gaan we ook die muziektoon zo, een melodie geven. Afgelopen 10 jaar, afgelopen 10 jaar. Ja, toch? In plaats van dat de president uitlegt precies wat is er met Oppenheimer gebeurd afgelopen 10 jaar, afgelopen 10 jaar. Dat is het gisteren geweest. En dat is niet goed. Wat is zakelijk, laat dit, zoals ik zei, leg uit. Wat wij nu vinden, dat heb ik keer op keer hier aangehaald. Zoveel documenten vragen we en dan wordt het niet gegeven. Het is geen biggie. Een parlement, de regering is verplicht. Dit is een controlerend orgaan. Als we die stukken niet krijgen, meneer Ganesh, hoe gaan we ons werk doen? Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld. Ik kan tig voorbeelden noemen, maar laat me heel concreet. Er is een hele poega gemaakt van er komt een waterstoffabriek in Kamowijnen. Wat is die overeenkomst? Wat is de Power Purchase Agreement? En alle andere zaken daaromheen wat getekend is. Hoe vaak heb ik hier gevraagd? Maar we krijgen dat niet. En dat mag niet. U mag het parlement geen informatie onthouden. Als u zegt dat die informatie zwaarwichtig is, het mag niet naar buiten. Daarom heeft het parlement ook een constructie dat het parlement in geheim vergadert, comité-generaal noemt wordt, en dan geef je het onder strikte geheimhouding wettelijk vastgelegd en dan tekent ook iedereen. En wie je gebied als je buiten je mond open doet, je bakkie je go, straffen je go. Ja, toch, tot zover zijn we in het parlement gegaan. En dan wordt aan mij gezegd, nee, we kunnen niet geven, minister van Buitenlandse Zaken, zo belachelijk, omdat wij een geheimhoudingsclausule hebben getekend. Welk reactie met welk netwoord moet ik erop richten? Voor het parlement geldt dat niet. U kunt ons geen stukken onthouden. Dan hoe gaan we anders onze controlerende taken uitvoeren? Ja, dan, ik moet zo lachen wat dat betreft. Laten we eerlijk zijn, het land is in een crisissituatie. Dat is er vanaf 2016. Steeds langer het duurt, gaat u merken, dat de huidige zittende regering een andere toon gaat zingen. Dan gaan ze beseffen in welke situatie we waren. Waarom we de lening moesten sluiten en noem maar op. Hey Kong, Safri, je merkt het al dat ze zeggen. En sommige mensen, ik begin gagu, want daarom worden ze boos en zure gezichten. Want ze kunnen die problemen niet aan. Wij hebben vanaf 2016 met die problemen gezien. En toch, pokken hier en daar, toch hadden we die benzineprijs op maximaal 7 gehouden. Wat is die benzineprijs nu? Ja toch? We wisten dat de koers buiten 20 was, maar we zorgden dat de douanekoers niet omhoog ging. Want u moest voeding hebben. U moest melk kunnen kopen. U moest uw brandstof kunnen kopen. De inputs voor de landbouwsector moest er zijn op een andere koers. Weet je, Dus dat soort zaken willen we praten. Maar poco poco, we hebben geduld. Onze taak is om dat uit te leggen. Het wordt helaas verkeerd vertaald, maar je merkt stap voor stap. Nu, als het lukt met IMF, is afgerond, ik rond het af, 700 miljoen. En dat betekent 700 miljoen na die ondertekening. Eerst een deel, daarna weer een ander deel. Kom, praps, op het leningplafond ook. Dus er gaat steeds meer geleend, steeds gaat u zien. Waar ze ons betichten dat we zoveel leenden. De minister van Financiën is eerlijk geweest om te zeggen, ik zit in een grote squeeze, in een dilemma. Een aantal programma's moet ik uitvoeren. We hebben overeenkomst, goede overeenkomsten met het buitenland. Maar als ik het geld ga trekken met IDB, dollars, dan komt het op mijn schuldplafond. Nou, daarmee hebben we gezeten en dat hebben we steeds uitgelegd. Dus wacht een beetje en dan zien ze steeds meer dat ze meer begrip gaan hebben voor de problemen. En wij staan er altijd open om informatie uit te wisselen.